vreemde mensen gehad. Ik had wel mensen via gehad, maar niet echt helemaal vreemd. Dit was een van de, dit was de eerste persoon die echt via de website kwam. En dat was helemaal spannend en zo, maar dat ging gelukkig wel heel goed. Ja, dit was ook wel spannend. Dit was een jongen die meedeed aan Idols. Die was gewoon in de finale, of in het laatste, dus Idols 2005, denk ik. Dat is ook heel spannend, ja. Die jongen die contact me zegt, ja, ik heb foto's nodig voor Idols. Ja, dus foto's voor mijn portfolio hebben, dus ja, dat is natuurlijk heel spannend, want het is natuurlijk heel vrij belangrijk. Maar hier zien jullie weer dat ik bezig ben met het spelen met licht. Hier. Ja. En hier ook nog steeds. Deze foto heb ik nog hier laten zien. Dat is ook een oude foto. En nu gaan we naar 2006. Goede invloed die zet er, ja. Ja, zeker. Ja, zeker. Moet je eens opletten, toen hij lid werd van de fotoclub. Ja, dat is 2007. Dat was een spannend gezin. Ja, ook. Nou ja, we doen heel veel met accessoires en dergelijke erbij. Deze hartjes heb ik ergens gekocht. Ik denk Zenos. Ja, de Zenos heb ik gekocht. We gaan heel vaak gewoon op zoek naar goedkope accessoires, Zenos, blokken. Maar nog steeds blijf ik graag met het licht spelen, hier op eentje, en met andere dingen spelen, zoals vorm. Ik heb jullie iets anders dachten. Ja, met kleedjes. Ik hield er ook van om wat extreem te gaan, om heel veel met mimiek te doen. Daar hou ik ook nog steeds van. En ja, wat misschien nog even nadenken hoor. De mensen die benaderen, dus ik ben ook misschien een andere amateurfotograaf dan een gemiddelde amateurfotograaf. In de zin van, over het algemeen moeten mensen echt op zoek gaan naar modellen en dergelijke. En je betaalt dan modellen in de vorm van gratis foto's, van foto's dan, of van afdrukken, of weet ik veel wat, of misschien ook nog reiskosten. Maar ik heb al heel vroeg gezegd, ik denk 2004 of 2004, heb ik gezegd, nee, jullie gaan mij betalen. Puur onkostenvergoedend. En ik heb ook zo opgesteld dat iedereen die bij mij een fotoshoot doet, dat die schriftelijk toestemming geeft dat ik de foto's mag gebruiken in mijn portfolio. Anders hoef je niet te komen. En dat is dus ook de voorwaarde. En daarom kon ik dus heel snel, elke fotoshoot die ik deed was ook gewoon materiaal voor mij. En dat geluk had ik dan. Dus dat ik eigenlijk ook de voorwerp betaald om te oefenen. Nog even, houd je portfolio in als die mensen daar toestemming voor geven dat je het ook overal mag laten zien? Je mag ook kiezen sowieso of offline. En dus dat sowieso offline, dus in de vorm van afdrukken, boeken en zo. Dat mag niet op internet. Intern mogen ze kiezen. Nee, dat mogen ze kiezen. Dus dat kunnen ze aanvinken op het contract. En dat is een verschil natuurlijk. Ja, klopt, maar dan doen de meeste mensen dat niet. Naakt wat alles mag. Ja, of niet. Precies. Maar dit is ook. Ja, dat is net niet naar. Ja, helemaal niet naar. Mensen bedenken ook dus, hè? Ja. Maar goed, alle mensen. Alle mensen die jullie hier ook zien, hebben allemaal ook zilverbus. En ik moet ook heel. Tenminste, ik. Daar ben ik eigenlijk niet op. Maar goed, dit is een paar foto's met. Ik zoek eigenlijk gewoon ook heel vaak naar huistuin en keukenmiddelen. En zo ook wc-papier. En. Is het raar, was ik? Playmate? Ja, Playmate in deze foto. En dan Play met iets van spelen, PLDD. Maar toch blijf ik hangen bij het spelen met het licht. Bij de vorige, heb je daar een spiegel gebruikt? Nee, dat is een glazen plaat, zo'n plexiglas. En dat zet je gewoon op doek en dan een spiegel dan een beetje. Als je echt een spiegel zou gebruiken, zou je meer. Zou je echt veel zien spiegel. Ja. Maar dan is het misschien te veel, hè? Dus je nog wat zoek. Dat is wel raar, ja. Hier, dat zijn twee ballerina-meisjes. Ja, tenminste, waren twee meisjes op een shoot en die deden ook allemaal ballet en zo'n foto's met de balletkleding. Dus dat ga je ook zoeken. Ik denk als de meeste fotoshoots doe ik 75% voor de mensen zelf. En 25% dan doe ik toch wel wat voor mij. En sowieso alle fotoshoots begeleiden mensen ook met poses en dergelijke. Ik speel ook met verschillende achtergronden. Ook buiten doe ik wel eens wat, maar dat is niet zo vaak, omdat het veel te weersafhankelijk is en ja, een paar beetje locaties. Dat is in ieder geval eentje.
En dan ga je toch weer terug naar binnen en dan speel je toch met het licht deze bonusrans gemaakt. Ik heb één ballonnetje van boven. En dat lichting is van boven verder van het licht. Wil je van die bouwlampen met dimmer? Nee, dat heb ik nog niet. Nee. Maar waar is zo smal dat licht, de bouwlamp die afspraak nog? Ja, voor mij niet. Ja, ik weet het niet. Maar dus, ja, zo valt het. Ja. Meet je dan het licht ook? Nee, omdat ik puur digitaal werk. Oh ja, ik werk niet met de spiegelreflex, maar met de, ja, zo'n prosumer is dat. Zie je, nog, je kan nog door het LCD-schermpje kijken. Dus eigenlijk zie je al vrijwel gelijk het goede fotobord. Dus ik meet het licht niet. Ik zie gewoon hoe de belichting komt. Die zet werkt met wel een spiegelreflex, maar goed door. Hoe meten die je uit ervaring, eigenlijk weet je gewoon wat dan verder sluiten. Daar hebben we in de kamer. Oh, ja. Dezelfde ruimte, dezelfde achterkant, dezelfde zijkant. Precies. Dezelfde Maar je varieert natuurlijk wel belichting en zo. Maar doordat bijvoorbeeld ik het op het scherm kan zien, dan kan ik altijd zeggen, oké, die zet... Ja, precies, dan kun je daar even mee spelen. Maar je speelt daardoor dus niet met diafragma en zo? Je speelt alleen met lichtingstijd? Ja, omdat waarom ik niet met diafragma kan spelen, is omdat ik veel te weinig licht heb. Ik zit op een ISO 100, als ik ISO 200 ga zitten, dan ga je alleen maar ruis zien. Dus mijn diafragma waren tussen 2.0 en 2.8 of zoiets, of 2.5 denk ik. En nou ja, daar koppel je dan je sluitertijd aan. Dus het is puur gewoon echt het ongemak. Kijk, als ik een flitser set zou hebben, zou ik inderdaad veel meer daarmee kunnen spelen. Ja. Maar ja, goed, dat heb ik niet. Ik heb de gewoon financieel is gewoon natuurlijk wat lastig. En nou, ik ben eigenlijk, tenminste... Misschien heb ik nu een andere gedachte daarover, maar een halfjaartje geleden had ik altijd gezegd, ik zie de toegevoegde waarde van flits nog niet boven werken met de bouwlamp voor hetgeen wat ik nu doe. Ik merk nu wel dat ik dus aan de rand van mijn, aan mijn creativiteit of de mogelijkheden kom, dat ik nu wel nieuwsgierig ben van, hey, wat zijn de mogelijkheden om te flitsen en dergelijke. Maar ik heb altijd al, ik heb jaren gezegd, ook, ik zit ook op verschillende fora op internet, of zat ik, ik doe niet meer zoveel. En daar werd altijd gezegd, ja, je moet van je bouwlampen afstappen, want het, je kan veel meer, je kan bijvoorbeeld met flitslampen en zo gaan werken. Maar ja, ik werd gewoon nog niet overtuigd, omdat de foto's die zij met de flitslampen maken, kon ik eventueel toch wel namaken. Oké, misschien waren ze veel scherper eigenlijk, als je dus heel scherp aan het nadat die bouwlamp is, heb je wel gaan te maken met spotlicht, hè? Ja, klopt. Maar goed, ik werk met paraplu's voor de bouwlampen. Ja, dus de lamp van boven, daar heb ik geen paraplu voor, maar de gewone lampen. Oké, dan zie je, dit is inderdaad heel hard. Maar bijvoorbeeld hier, dit is gewoon met een paraplu staan. Ja, dan ga je toch een beetje richting flitslicht. Dan werk je ook met paraplu's of met zon. Probeer je toch een beetje in die richting te komen. Ja, klopt. Ja. Klopt. Alleen, ja, klopt. Klopt. En, maar goed, het probleem ook zo met de camera waarmee ik werk. Ik weet niet eens of er daar een flitser op kan. Zo'n externe, zo'n studio flitser. Ik weet niet of je daarvoor aansluit. Oké. Goed, nou, dat zijn we. Toen was die dit. Goed, goed. Kijk, wat? Dat is niet waar. Die kan niet komen. 2007. Dit zijn heel veel foto's. Ik heb ook niet geselecteerd. Ik heb jullie misschien al. Misschien meer dan 500 fotoshoots gehad. Misschien meer dan 600 mensen gefotografeerd. Op een gegeven moment, je hebt gewoon veel te veel foto's. Dus ik heb, voor die vorig jaar heb ik wel een beetje gekeken van, hey, wat wil ik laten zien. Maar 2007 had ik eigenlijk geen zin meer. Dus heb ik gewoon... Heel snel gekeken en gewoon heel divers werk. Dat heb ik er dan niet in leren. Dus ik ga nog gewoon heel snel doen als jullie wat beter willen zien. Ja, dat is wel. Deze vrij recente. Ik doe ook zelden wat met visagie, maar hier heb ik wel een visagist erbij. Dat is de geisha look. Deze heb ik nog een keer laten zien. De geisha. Ik doe af en toe ook. Het gaat wel vooruit hoor. Hey. Ja? Ja, het is wel een heleboel processen. Pro. Hier ook. Toch nog het spelen. De vorm. Andere kleur achtergrond. Ik denk dat ik al rood had, maar.